Is Karim El Amadi fit, Gio? Hij is fit. Hij heeft vandaag voor het eerst de groepstraining gedaan. En dat zag er goed uit. Dus ik ben blij dat hij weer terug is op het trainingsveld met de groep. En we zullen dat de komende dagen kijken hoe die op deze training reageert. Maar dat ziet er op dit moment goed uit. Ja, want een Feyenoord zonder El Amadi, dat is wel gelijk even een ander Feyenoord, toch? Ja, het is een ander Feyenoord, omdat hij dan niet meespeelt, maar... Ja, maar ik begrijp wat ik bedoel, toch? Het belang van El Amadi voor jouw team? Nee, maar het klopt dat het een belangrijke speler voor ons is. En hij heeft dat de afgelopen maanden laten zien. En dus als die niet beschikbaar is, wat de afgelopen weken was, ja, dat scheelt dan wel. En dat heb je altijd met spelers die bepalend zijn voor het team. En daar is Karim denk ik één van. Het is gelijk ook een beetje een issue geworden in ieder geval bij de buitenwacht. Van hey, wat moet Feyenoord, wat moet Van Bronckhorst nou straks doen als die Afrika Cup er is en hij wat langer aan de kant staat. Is het een optie om hem te overtuigen om dat toernooi misschien te laten schieten als dat al kan? Dat is pas ter sprake als dat toernooi er is. Het is nu november en we hebben nog 8 wedstrijden te gaan tot aan de winterstop. En dat vind ik op dit moment veel belangrijker. Maar het klopt dat we hem kwijt kunnen zijn in januari. De linksbackpositie tot aan de winterstop is in die wedstrijden ook een probleem. Ben je er al helemaal uit hoe je dat gaat oplossen met Nelom of Woudenberg? Wie de voorkeur krijgt? Een probleem. Het is natuurlijk, je hebt Terris niet beschikbaar. Ja. Het is niet een probleem. We hebben genoeg een brede selectie en er zal een andere invulling zijn dan de afgelopen weken. En daar hebben we 2 opties voor, Miguel en Lucas. Maar kun je al zeggen wie de voorkeur dan de komende weken heeft bij jou? Nee, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Nee. Okay. Liggen jullie een beetje, en is dat misschien ook wel iets goeds onder een vergrootglas? Het is pas die eerste nederlaag natuurlijk 2 weken geleden. Je bent nog steeds de koploper. Maar toch wel gelijk wat druk merk je en proef je aan alles. Is dat nou iets goeds ook? Want dat aangeeft dat jullie serieus genomen worden? Nou, dat ik denk dat het wel iets goeds is. Omdat je bent natuurlijk de koploper. Je hebt de eerste keer verloren in de competitie na een lange periode. En dat spreekt natuurlijk aan bij mensen, bij de media. En dan, zo worden we ook gevolgd. En iedereen wil winnen van de koploper. Dus dat is denk ik normaal bij een topclub, als je in de positie staat waar wij nu staan. En ja, dat heeft ook wel weer laten blijken dat je elke wedstrijd er moet staan en moet presteren in de top. En dat hoe langer je dat volhoudt, hoe langer je ook mee gaat doen om de prijzen. En bij ons is de laatste wedstrijd Go Ahead in het vorige blok eigenlijk, is natuurlijk... In mineur afgesloten met een nederlaag. Zet je de boel dan nu gelijk op scherp, ook misschien met vorig seizoen in het achterhoofd? Toen begon het ook natuurlijk, die serie is er niet opeens natuurlijk van die 7. Dat je de boel gelijk nu op scherp zet bij zo'n eerste moment, of ben je nog redelijk mild? Nou, dat moment na de wedstrijd was ik redelijk mild. In de zin van dat je eigenlijk niet op de wedstrijd teruggekomen was. Wel in de dagen daarna, met de spelers die er waren. En dan moet je ook gewoon benoemen wat er niet goed ging en wat beter moet. En dat hebben we ook gedaan. En vandaag pas weer iedereen aanwezig in de club naar allerlei verplichtingen. Dus vandaag ook pas weer naar PEC Zwolle kunnen werken als groep. En wij willen zondag willen we weer winnend de wedstrijd afsluiten in de competitie. Want was die analyse, waar lagen de pijnpunten? Nou, ik denk dat het heel veel factoren was hoor. Je hebt natuurlijk... Wat je zegt, ook een aantal spelers die we misten. Een aantal spelers niet helemaal fris. Brett die niet kon spelen. Jens die niet helemaal fit was om te starten. Nou, natuurlijk het ontbreken van Karim en Tony. En natuurlijk na een moeizame wedstrijd, wat ook enorm veel kracht heeft gekost. Met 10 man zeker, maar niet of 50. Ja, dan zie je dat door de vermoeidheid, dat je dan ook niet kan brengen de energie die je normaal kan brengen. En dat uitzicht dan ook in tactische discipline die er dan niet is. Ja, dan worden wij een ploeg die ook tegen Go Ahead moeite heeft. Nu tegen PEC Zwolle. Wat denk je van die ploeg? De laatste jaren begonnen zij heel sterk. Keek iedereen een beetje op naar PEC, van dat is heel knap wat ze daar doen. Ja. Nu juist een start die wat andersom is.
Hoe kijk je naar de tegenstander? Ja, dat klopt. Een moeizame start van het seizoen. Maar de laatste weken, maanden weer het PEC Zwolle wat we eigenlijk kennen. Een team wat heel verzorgd voetbal wil spelen. En dat ook daar ook de spelers voor heeft. En met name voorin ook spelers hebben die het verschil kunnen maken. Zijn ook heel dynamisch in hun spel. Kunnen met diepte spelen achter een laatste verdediging. Kunnen we hebben spelers die aan de bal sterk zijn als aanspeelpunt. Dus het is wel een vrij complete ploeg. Dus